zeer weinig over Colombia. Ik had ook nog zeer weinig tijd om er eigenlijk mij serieus op voor te bereiden. Maar ik heb toch een beetje op internet gekeken naar de taal dat ze spreken. De toegankelijkheid van de toeristen. En natuurlijk, over het project heb ik ook redelijk wat opgezocht. In de haven van Buenaventura, waar we nu naartoe rijden, zijn ze de haven aan het verdiepen. En ook het onderhoud, dus het toekomend slip eigenlijk aan het weghalen. Dus dat zijn ze aan het doen met twee boten, de Hondius en de James Cook. En die gaan we binnenkort, binnen een paar uur bezoeken. We zijn er nu naar aan toe rijden. Ik ben Inge van het surveydepartement. Welkom in Buenaventura. Dank u wel. Zeer mooi. Ja, mocht u jas direct uit doen? Ja, wel, het is hier zeer vrij warm. Dank u wel. Goed. Ik heb begrepen dat je ons een tijdje gaat volgen. Ja, ik ga eventjes meelopen met jullie om te kijken in de haven wat jullie daar precies aan het doen zijn. Dus misschien kan u daar mij wat meer informatie over geven. Oké, geen probleem. Ik zou zeggen, doe misschien eerst een lange broek aan voor de veiligheid. En dan gaan we meteen eens aan boord gaan kijken. Ja, is goed. Okay. Dank u wel. Dat is de Hondius. En dat is de James Cook dat daar afvaart wordt. Welkom in het kolonkantoor. Dank u. Alsjeblieft. Dag Kurt, goedemorgen. Goedemorgen. Ik stel je voor aan Talita. Goedemorgen. Ik ben sinds begin dit jaar, begin 2013, verantwoordelijk voor de bouw van alle gebouwen op en rond de sluizen. Dat zijn 47 gebouwen in totaal. Bijvoorbeeld, dit is de controletoren. Is een gebouw een pak hoger dan al de rest van de gebouwen. Die is 50 meter hoog. En van hieruit wordt dus alles overzien. Een ganse werking van Gatun Lake tot aan Atlantic Ocean. En dat komt dan, hetzelfde komt dan eigenlijk aan de Pacific zijde ook. Ja, dus de 47 gebouwen die we hier aan de Atlantic zijde hebben, hebben we ook een kopie in principe aan de Pacific zijde. Dus hier zien we de fundering van het eerste gebouw. Dat is een maintenance building, ondergronds gebouw. Waar dat alle stukken die periodiek onderhoud krijgen van de sluizen. Dus die worden tijdelijk uit de sluizen gehaald, worden of afgesloten of vervangen. Komen naar hier, wordt er onderhoud op gedaan en teruggeplaatst indien nodig. Dus hier een nieuw type gebouw. Los van de twee die we gezien hebben vooraan. Dit is een machinery room building. Het is voor locket nummer 3, dus het derde sluisdeurencomplex. Dus die sluit aan op de sluisdeuren dan? Ja, dus die sluit aan op de locket. En dit gebouw doet dus in feite de besturing voor het openen en sluiten van de sluisdeuren. We gaan meten overal wat de diepte is. Dus tot waar dat ze al zitten in hun werk. Dus hier buiten hangt een sensor die eigenlijk een geluidssignaal uitzendt. Dat weerkeert, waardoor dat wij kunnen weten hoe diep het is. Maar om de juiste berekening te doen, moeten we eerst nog met een sensor kijken wat vandaag de snelheid in het water is. Want dat verschilt ook van dag tot dag. Temperatuur, zoutgehalte, dat kan anders zijn. Dus eerst gaan we die calibratie uitvoeren.
ben bio-ingenieur van opleiding. Ik heb plantkunde gestudeerd, landbouw, plantkunde en bodem. Dus niet zo meteen aan eigenlijk bij het surveywerk dat ik nu doe. Maar in België kun je bathymetrie eigenlijk niet leren. Dus krijgen we een opleiding in ELS daarvoor. We gaan nu eerst tot naast de kutter gaan varen. We gaan eens kijken hoe diep dat die ondertussen al heeft gesneden. Ja. Omnius, Inge? Ik vind wel vrij snel mijn plaats in een nieuwe groep. Want dat is het ook hier. Wij wisselen dan ook nog eens tussen sites, tussen schepen en zo verder. Tussen situaties in verschillende landen. En ik vind wel snel meestal mijn draai met andere mensen, met andere situaties. Nu gaan we beginnen opnemen. En dan gaat dat hier beginnen kleuren. Zie? Ja. Dus dan kan je zien afhankelijk van de schaal welke diepte dat eigenlijk is. En hier zie je dan het dwarsprofiel. Ja. Om te zien wat hij juist sneed. Voilà, je kunt nu zien dat hier de kuttersnee begint. Dus hier hebben ze nog niet gewerkt. En tot hier hebben ze gesneden. Dus waarschijnlijk gaat dat zelfs zo'n vorm zijn. En dan als we erover gaan, kunnen we aflezen hoe diep het is. Dus ze hebben gesneden tot op ongeveer 13,5 meter. Tot nu toe. Want het moet dus naar 15,5, dus we gaan er nog eens met over gaan. Als dit eigenlijk de deur is, dan schuift hij in zijn, zijn garage, laat maar zeggen. En hier heb je de doorgang van het kanaal. Die steunt op twee punten onderaan, eentje, en bovenaan één. Dus in die twee hoeken komt er een lower wagon en een upper wagon, die op wielen op rails rijdt. Onderaan rust hij daar gewoon op en wordt hij niet aangedreven. De aandrijving zit volledig op de upper wagon. En dat zit in een katrol pulley systeem. En eigenlijk het wagentje naar twee. Die ophangen zijn aan een halve rij dan. Ja. Wat zijn dan zo de typische dingen dat je hier zo kan eten? Ze hebben heel veel producten waar maïs in gebruikt is. Ze hebben twee soorten bananen. De bananen die wij, in Europa kennen. En ze hebben iets variëteit die wat stugger is. En die gebruiken ze heel veel in hun eten. Die grillen ze. Dat zeker zitten om zo als expat te kunnen leven, zo opnieuw, om de zoveel jaar of om de zoveel maand, afhankelijk van wat dat de job is, in een andere stad te wonen, een andere stad te verkennen, dat lijkt me echt super interessant en ook een leuk aspect van de job zelf. Mijn mening is eigenlijk totaal hetzelfde gebleven over het ingenieurschap. Het enige aspect, ik ben nog enthousiaster geworden over het beroep eigenlijk, vooral het heel verscheiden karakter. De ene dag kun je met het ene bezig zijn, de andere dag met iets totaal anders. En dat spreekt me echt wel aan in de opleiding ook.
Goedendag. Goedendag, ik ben Daan. Daan. Welkom. Vandaag gaan we de survey-data bekijken wat er daarmee gebeurt. Ja, dat klopt. Dus vanaf dat van het bootje komt, bekijken we hier in het kantoor meer in detail de survey-data. Ja. Wat wij doen met de data, na de survey processen we die. Dus we verwerken die data en brengen die direct aan boord, zodanig dat zij altijd de laatste update hebben aan boord. Want ja, het is ook zo, meten is weten. En hoe meer informatie dan ze hebben, hoe nauwkeuriger dan ze eigenlijk kunnen baggen. Dan gaan ze ook geen dubbelwerk doen of geen hoekjes vergeten. Het is gewoon hoe meer data dan ze hebben, hoe beter. U zei daar juist iets over volumeberekening. Wat houdt dat precies in? Dat wordt eigenlijk dagelijks bijgehouden hoeveel volumes dan ze gedaan hebben per dag. Hoe dan we ons proces kunnen optimaliseren. Dat is dan ook een deel van een ander department, van de uitvoering. Maar wij informeren hen met de volumes en eventueel ook een kaart indien dat ze dat vragen. Ik vind ook dat de clichés een beetje overroepen zijn door de media. Colombia is eigenlijk een fantastisch land om te wonen en om te werken. De mensen zijn heel sympathiek. Dus eigenlijk de media, het is een beetje overroepen. Bonaventura is de max. Nu voel ik pas echt dat ik in Zuid-Amerika